Vrijdagochtend 4 augustus vond een storing aan de slagbomen van de Zoetwaterkanaalbrug in Spijkenisse plaats. De slagbomen van de brug, die onderdeel zijn van de Hartelbrug op de N218, waren door de storing gesloten en dit zorgde ervoor dat automobilisten onder begeleiding om moesten keren. De wegen van en naar Spijkenisse waren afgesloten met rode kruisen. Monteurs kwamen ter plaatse om de storing te verhelpen.